Denktank. Hier zijn de kandidaten van vandaag. Hallo, ik ben Simon Bos, kom uit Waarder. En als er vanavond niet naar de maangoden gevraagd worden, verdien ik vast en zeker meer als gisteren. Hallo, ik ben Bas uit Castricum. En ik kom hier mijn windsport bij elkaar verdienen. Hallo, ik ben Wilfred Glimmerveen uit Den Haag. En ik wil niet geassocieerd worden met die andere Glimmerveen. Hier is Denktank's eigen tankcommandant, Cas van Iersel. Dag allemaal. Leuk dat u weer kijkt. Welkom bij De Tank. De quiz met de instinkers en de gratis antwoorden waar je met een heel klein beetje kennis en een flinke dosis geluk toch nog een end kunt komen. In de eerste ronde gaat het om 16 mogelijke antwoorden. 11 daarvan, die zijn goed, die zijn telkens 25 gulden meer waard. Die andere 5 moet je niet hebben. Dat zijn onze instinkers. We husselen ze door elkaar en we gooien ze op de muur. Komen ze. Noem de 11 Indonesische vruchten, is de eerste opdracht. Noem de 11 Indonesische vruchten. Simon, dankzij de loting mag jij beginnen. Dank je wel. Papaya. Wat mag ik voor je schillen? Wat mag ik voor je plukken? Papaya. Ja, is goed. Het is een forse vrucht, ook goed tegen de koorts. De cassave. Cassave. Indonesische vruchten. Dat is een soort wortel. Bas. Salak. Hebben ze die daar? En het is fruit. Ja, goed zo. Salak zijn kleine, ronde, donkerbruin, glanzende vruchten die geschubd zijn als een slangenhuid. Nanga. Nanka. Je zou het zeggen, hè? Ja, kan. Het is goed. Ze noemen hem ook wel eens jackfruit. Hij is heel zoet als hij rijp is. Goed voor desserts. Ik geef hem even door. Ik had me voorstellen, hij is lastig. Wilfred. Durian. Indonesisch fruit. Durian. Ja, die is goed. Dat is hier een duur stukje fruit. 25 tot 50 gulden. En ze stinken ook nog. Jambu. Jambu. Ja. Het vruchtvlees is zacht zuur tot zoetzuur. Mangistan. Mangistan. Indonesisch fruit. Ja. En dan geef ik hem door. Het lijkt een beetje op de mango, hè? Simon. De ayam pedis. Zeg jij nou allemaal? Ja. Nee, dat is een pittig kipgerecht. Groeit niet aan de bomen. Pas. Jada. Jada. Dat is een soort koekje. Het zit jullie niet mee, mannen. Wilfred. Rambutan. Je bent de enige nog met geld. Houd vast. Rambutan, Indonesische vrucht. Ja, die is op de Rambutan, familie van de lychee. Als je een boom vol ziet hangen, dan begrijp je ook de bijnaam van die harige dingen. Ze noemen ze sergeantenkloten. En dan geef ik hem door. Oké, we gaan naar Simon. De kolang kelang. Ja. Palmfruit. Doen we er nog één. De ketam hitam. Oh ja, joh, je gaat lekker. Maar nou bestel je ineens zwarte kleefrijst. Dat is toch minder. Bas. Apem. Apem. Is het fruit? Is het Indonesisch? Wat is het? Is het goed? Nee. Apem zijn lichtzure pannenkoekjes. Wilfred. Carambola. Ja, is goed. Dat is de blimbing, hè, noemen ze het. Lekker bij het biljarten, denk ik. Carambola. Doekoe. Doekoe. Dat is ook goed. Doekoe is een zure vrucht, zo groot als een noot. En asem. Je zou het wel zeggen, hè? Ja. Asem is een soort peultjes. Jullie hebben het hele bord omgekeerd en daardoor kreeg jij een paar leuke cadeautjes aan het eind. Ja. Dat zat er even mooi mee. Zullen we er 16 doen? Komen ze. Noem de 11 huidige regeringsleiders van EEG-landen. Noem de 11 huidige regeringsleiders van EEG-landen. Simon. John Major. John Major. Die leidt volgens jou ergens de regering. Dat klopt. Dat is natuurlijk Groot-Brittannië. Wim Kok. Wim Kok. Ja. Onze eigen baas. Helmut Kohl. Helmut Kohl. Europees regeringsleider, EEG-land. Klopt.
die doet Duitsland. We hebben er nog 8. Jacques Chirac. Hij is 100 gulden waard als het goed is. Ja. Frankrijk. Jean-Luc Dehaene. Jean-Luc Dehaene. Ja, goed zo. De Belg. Ik geef hem door. Ik kan me voorstellen. Pas. Ellen Poher. Is dat een, is het een pooier of is het de regeringsleider? Degging. Oh, ik ga het regenijn. Ja, zijn familie zegt Pohé tegen hem. Het is een Fransman. Hij was het in 74 eventjes, maar nou niet meer. Wilfred. Göran Persson. Indonesisch fruit, regeringsleider. Wat is het? Ja, dat klopt. Goed, hè? Dat is de premier van Zweden. Martti Ahtisaari. Och, wat een moeilijke naam allemaal. Is goed. Ja, Ahtisaari, die doet Finland. Romano Prodi. Voor 200 gulden. Een van de 4 die we nog zoeken? Ja, keurig. Romano Prodi doet Italië. En dan geef ik hem door. Simon, we zijn weer bij jou. Regeringsleiders van EEG-landen, ze moeten nu aan de macht zijn. Kostas Simidis. Ja. Ja, en hij is de premier van Griekenland, regeringsleider van Griekenland. Zijn belangrijkste tegenstander is antisemitisch. Ik geef hem weer door. Bas. Poel Rasmussen. Rasmussen. Ja. Is premier van Denemarken. Olof Skutkoning. Pardon? Skutkoning. Snotkoker op rechts. Is, nee, dat is niet goed. Dat was de eerste christelijke koning van Zweden. Hij is ook al lastig op Bas. Wilfred? José María Aznar. Weet jij de laatste te vinden? Is het Aznar? Ja! Dat gekozen. Weet je ook welk land? Nee. Spanje. Daar is die regeringsleider. Boris Jeltsin, dat is geen EEG. Franklin Pierce was de 14e president van de Verenigde Staten. En Wilfried Martens, dat is de vroegere baas van België. Dat waren de eerste 2 opgaves. Eens kijken met wie we door mogen naar ronde 2. Wilfred, jij scoort 2100 gulden. Simon, 600 piek. En Bas, instinker na instinker. Het zat je gewoon even niet mee, joh. Niks aan te doen. Dank je voor het meedoen. Tot volgende keer. Dag. We gaan door naar ronde 2 met Wilfred en Simon. Simon, hi. Yes. Je volleybalt. Doe je dat fanatiek? Ik probeer dat fanatiek te doen. En op welk niveau? Nou, laag niveau hoor. Gewoon voor de lol? Nou, gewoon voor de lol. Toch wel een competitieverband. Hoe heet het team? DVC. Oh, heb ik van gehoord. Zo, jullie hebben die magische blok ook, hè? En vooral de harde opslag. Niet doorheen te komen. Geweldig. Tegenstanders hebben er last van, ja. Ja, je bent het geheime wapen van die ploeg, hè? Mede. Ja, gos, wat bescheiden. Ja, je zou ooit nog wel eens naar de States willen, Simon. Wat wil je daar gaan doen? Nou, maar dan niet echt voor een vakantie, maar dan minimaal een klein jaartje. En echt van oost naar west en van noord naar zuid. Op de bus? Nou, ik weet niet of ik hem mee mag nemen. En of ik daar zijn die bussen wat langer, hè. Het zal ook wel lukken, maar dan wil ik hem echt helemaal doortrekken. Met een campertje of zo, met een auto? Ja, zoiets. Camping. Dat zijn dure expedities. Ja. En daar moet geld worden verdiend. Inderdaad. En daar gaan we het straks over hebben. Alsjeblieft. Oké, nou, succes maar weer. Wilfred. Hi, Kast. Dag. Hoe vind je het hier? Leuk. Het is, je moest er wel even over nadenken. Het is anders dan thuis, hè? Zeker, heel anders. Wat is het belangrijkste verschil? Het overzicht op bord. Dat op zo'n compact scherm is dat veel makkelijker. Ja, maar heb je thuis ook zoveel steun van het publiek? Nee. Dat niet. Dat scheelt, hè? Dat scheelt een heleboel. Dat is wel leuk, ja. Dat is hartverwarmend. Je werkt bij de sociale dienst. Ja. Dat zeggen mijn werkloze vrienden ook altijd. Wat doe jij? Ik heb daar receptietaak. Dus klanten ontvangen. En daarnaast help ik mensen met invullen van allerlei formulieren. Aanvraaguur, subsidie tot lokale fondsen die er zijn. Hebben ze jou dan ook aan een veilige receptie neergezet? Zitten er nou betonnen bloembakken voor en zo? Komt er wel eens iemand met een shovel naar binnen? Nee, bij ons niet. Het is wel beveiligd, maar... voornamelijk is het een open ruimte. Dus valt best mee. Klantvriendelijk. Ja. En dat helpt ook vriendelijke klanten? Ja, valt ook wel mee. Nou, gelukkig maar. Je hebt een visagistenopleiding gedaan. Ja. Wat is dat ook alweer? Make-up. Doe je er nog wat mee? Alleen voor gekke feestjes of zo.
Oh, als er mensen raar moeten worden toegetakeld. Ja, dan doe ik wat mee, maar niet professioneel. Oké. Okay. Nou, ik wens je succes in ronde 2. Okay. Die spelen we nu. U weet het, in de tweede ronde is het een beetje hetzelfde systeem, maar er komt een extra element bij. We zetten weer alle goede antwoorden neer, plus nog wat listige instinkers die het extra smeuïg maken. Maar we laten ze ook tegen elkaar opbieden. Als je zegt dat je er 5, 6, 7 of misschien wel alle 8 weet, moet je dat ook doen. Lukt het je dan, scoor je een punt. Met 2 punten sta je in de finale. Lukt het je niet, maak je dat aantal niet vol. Dan gaat de beurt naar de tegenpartij. Die heeft dan 1 antwoord genoeg om een punt te scoren. Hier zijn de eerste 12. We zoeken de 8 landen die werden bezocht in Gulliver's Travels. Noem de 8 bezochte landen uit Gulliver's Travels. Het boek van Jonathan Swift. Wilfred. 4. Waar gingen ze allemaal naartoe? Waar ging Gulliver heen? Ik denk dat hij het mag doen. Ja? Ik weet er echt niks aan. Nooit op het eindpunt even Gulliver's Travels doorgenomen? Nee. Nou, Wilfred, dan is het aan jou. Lilliput. De landen die werden bezocht door Gulliver in Gulliver's Travels. Lilliput. Dat kan niet. Daar ontmoeten die kleine mensjes. Bonga Bonga. Bonga Bonga. Sturen we Gulliver heen? Nee, dat is niet goed. Daar wil ik zelf nog wel een keertje kijken. Simon. Laputa. Laputa. Gulliver in Laputa. Dat is goed. Ja, dat werd bevolkt door wetenschappers. Het schoot je ineens weer te binnen, Simon. Ja? Goeie timing. Dit waren de andere landen die Gulliver bezocht. Ja. Winnims land, daar wonen de Winnims en de Yahoos. Lugnach, daar leven de Struldbrugs. Nou, het is goed, hij is er allemaal geweest. Gigantus, dat is een jukkel. Bolivia is jullie nooit geweest. En een axolotl, dat is een beestje. Zullen we het daar maar op houden? Dank u wel voor het begrip. Het staat 1-0, we zoeken het tweede punt. Hier zijn er weer 12. We gaan dit keer op zoek naar 8 volleyballers met meer dan 300 interlands. En het zijn allemaal heren. 8 volleyballers met meer dan 300 interlands op hun naam. Simon. Ik wilde wel 6 doen. Wilfred. Nou, dat mag jij doen. Ja, we hadden het er net over. Je volleybalt. Dus dat is Kaziman. Jan Postuma. Jan Postuma. Ja. Ron Zwerver. Ron Zwerver. Ja. Dat is de topper van Maleisië. Hij speelde er maar liefst 456. Peter Blanchet. Peter Blanchet. Ja, die deed er 416. Avital Selinger. Heeft hij meer dan 300 interlands gevolleybald? Ja. 387. Je gaat lekker, Simon. Je hebt nog 2 nodig. Henk-Jan Held. Henk-Jan Held. 336. Ronald Sootsma. De laatste voor je finale plaats. Ronald Sootsma. Is dat goed? Ja, keurig. Ja, zo zie je maar. Het kan ineens verschrikkelijk meezitten. Dit waren de andere 2 volleyballers. Met meer dan 300 interlands op hun naam. Ron Boudry, 419. En Edwin Benne, die kwam 382 keer internationaal uit. Marco Brouwers, die volleybalt wel, maar die speelde maar 294 interlands. Nou ja, maar het is net 6 te weinig. Marjolein de Jong, die deed er 394, maar die heeft het verkeerde plassertje, want we vroegen naar de heren. Mark Delissen, 261, hockey. En Lambert Schuurs, 309, maar die handbalt. Nou, het staat 2-0. Ik moet zwaaien naar Wilfred. Wat jammer, joh. Als we nou over jouw tak van sport wat hadden gevraagd, had jij het allemaal geweten. Wat is jouw tak van sport? Kunstrijden op de Kunstrijden op de schaats. Ja. Oh, gelukkig. Ja, nou, dan doen we dat een andere keer misschien. Ja. Nu niet. En met z'n drieën passen we niet achter het finale bord. Dus tot ziens. Oké. Dag. Simon, wat krijgt hij straks voor zijn kiezen? In elk geval, dat verklap ik alvast, gaat het om 14.000 gulden. We smeren dat uit over een paar categorieën. Maar of het eenzame evangelisten worden of populaire priesters, dat weet ik niet. Dat zien we zo.
dit is de finale van Denk Tank. We gaan het zo hebben over 14.000 gulden. Maar ik kom wel eens mensen tegen die zeggen, het is een leuk spelletje, maar jullie vragen nou nooit eens wat over paarse petticoats of zo. Kan je dat niet eens doen? Dan zeg ik altijd tegen ze, als u een suggestie heeft voor een vraag, graag. Stuur hem dan even op. Dit is het adres. Denk Tank, postbus 27027 1202 KJ in Hilversum. En we staan open voor uw suggesties. Dus als u een specialisme heeft of een rare vraagmogelijkheid, laat het ons weten. We maken er graag gebruik van. Is hij leuk genoeg hier zo bevonden door de redactie? Dan spelen we hem en doen we u daarbij de hartelijke groeten. Alvast bedankt voor de moeite. Over naar de orde van de dag. En die heet Simon. Vorige keer heb je al aardig gescoord, Simon. Je had 1275 gulden. Maar dat is net meer dan een enkeltje Amerika. Dus dat moest meer worden, vonden we. Dus daar ben je weer. Ja, ik ben... Ik ben er helemaal klaar voor, hè? Ja, en sprakeloos van, zo te... Ook. Ja. Wat had jij mazzel met die volleybalvraag, zeg? Ja, inderdaad. Dat kwam even goed uit. Ja, dat ja. Kun je nog over. Nou, dat is even om de maangoden van gisteren weer een beetje goed te maken, want die was onmogelijk te spelen. Dank je wel. Je bent gek op puzzelen, dan moet je de finale toch ook kunnen doen? Dat is toch ook puzzelen? Ja, misschien raak ik nu het bewijzen, hè, dat het lukt. Hij houdt zich op de vlakte. Hij houdt zich een beetje op de vlakte. Ja, ja. Oké, okay, dus kijk hoe het met hem gaat nu. Film, media en muziek willen we graag met je doornemen. Je favoriete categorie, die zou ik het langst uitstellen, want die is dan straks 8.000 gulden waard. Waar open je mee voor 2 mil? We beginnen met film. Wat jij wil. En dan muziek en dan media. Oké, okay. Media als slotknaller. Ja. Ik hoop het voor je. Hij is buschauffeur, komt uit Waarder. Heel het groen hart van Nederland zit te duimen voor Simon Bos. Eerste opdracht, film. Kies de 6 figuren uit 101 Dalmatiërs. 6 figuren uit 101 Dalmatiërs. Pongo, Pepita, Bingo, Roger Radcliffe, Jolly en Pro. 4. Roger Radcliffe uit Jolly. Nee, die stond er aan. Oh. Tweede bij nog. Willy de Vil uit en dat wordt. Zippo. Zippo uit Roger Radcliffe. En die laatste, waar zit die? Carla Letbuff. Eentje uit, eentje uit. Ja, ik probeer die uit te zetten, die Carla Radcliffe. Carla Radcliffe. Ja, maar die stond niet aan, beste jongen. Ja, dan kun je hem ook niet uitzetten. Nee. Nee, geweldig. Ah, nou, als je het spel door hebt, dan kunnen we verder. Dat vind ik fijn. Nee, het begint al langzaam in te komen. Dit waren ze. De 6 figuren uit 101 Dalmatiërs. Cruella de Vil, de slechte vrouw. Die wil een jas maken van de lieve hondjes. Roger Radcliffe, dat is het baasje. Anita Radcliffe is het andere baasje. Rolly zat er ook in. Perdita is de vrouwtjeshond. En Pongo, dat is de mannetjeshond. Je koos ook nog even Willy de Vil. Die cast hier voor 101 Dalmatiërs. Dat is een muzikant. Bingo, daar is mijn oma een ster in. Carla Radcliffe en Cliff die hadden er allemaal niks mee te maken. Zippo is een aansteker. En Jolly, een jumper. Het paard van Lucky Luke. Je haalde er van alles bij. Ja, ja, ja. Het is een kwestie van concentratie, Simon. Zullen we het nog een keer proberen? Alsjeblieft. Oké, zetten wij 4.000 gulden op de klok. We geven je weer alle antwoorden. En we vragen je om de 6 hits van drukwerk. Categorie muziek. 6 hits van drukwerk. Vriendschap. Wat dan? Hey Amsterdam. Dat is alles. Liefdesliedjes. En Caroline. Je hebt er 3. Caroline uit. Je loopt tegen mij. Blijf 3. Blijf 3. Nou, dat gaat goed. Kan nog erg. Ja. Gooi er een ander uit. Waar gaan we naartoe? Ja. Nee, dit was niet je specialisme. Ook je bent niet. Geen echte fan van drukwerk. Harry Slinger, die gozer met dat gebreide petje? Nee, Phoenix? Je kent ze wel, die liedjes, ja, denk ik. Ik ken ze wel, ja. Ja, als je ze hoort, dan zing je ze zo mee. Dit zijn de 6 hits die wij in gedachten hadden van drukwerk. Caroline maakte ze. Je loog tegen mij, hun eerste hit en meteen een joekel van een hit. Hij was nummer 1. Schijn een lichtje op mij. Oh, middernacht, de nummer 10 hit.
Wat Dom uit 1982. Je zegt, ik ben gelukkig. Wat Dom, Marianneke. Was ook goed. Vriendschap van het goede doel. Ik hou van jou, Gordon. Liefdesliedjes, Jazzpolitie. Pien in de kop, Normaal. Annabel, Hans de Boy. En Dat is alles, was een hitje van Rob de Nijs. Dat is alles waar ik voor leef. Nou, dat schiet niet op. Dat tikt niet aan, Simon. Nu moet het gebeuren. Ja, ik wil zo graag dat je wat verdient bij ons. Media had je het langst uitgesteld. Dus ik hoop dat het je nu gaat lukken. Ja. Hier komen weer 12 antwoorden. Het gaat nu om 8000 gulden. En ik vraag je naar de 6 chauffeurs die in de taxi reden of rijden in het gelijknamige tv-programma. Kom op. Loes Luca, Maarten Spanje, Wilfried de Jong, Micha Romein, Yvonne van der Hurk en Tamara van der Dam. Je hebt er 5. Tamara van der Dam uit. Blijft 5, ga door. Dat zijn ze! Goed zo! Ja! En dat heb je toch wel aan je collega's te danken. Ja. Met de chauffeurs heb je gescoord. 4400 gulden erbij. Goed gedaan. Een ontlading in de studio. Iedereen is blij voor je. Gelukkig maar. Kogel is door de kerk. Ja, 4400 gulden gescoord. Mooi gedaan. Maarten Spanjer was de eerste chauffeur. Jan Mom, dus die kale. Loes Luca, die doet ook veel klokhuisjes. Yvonne van der Hurk kenden we ook al uit Pleidooi. Maar jij kent haar niet als ze bij je in de taxi zit. Michiel Romein van Jiskevet en Wilfried de Jong is de helft van het brutale cabaretstel Waardenberg en de Jong. Die andere, allemaal niet. Theo van Gogh, die heeft niet eens een rijbewijs. Dan wordt het echt link. Eens kijken wat je hebt gescoord vandaag. Dat wordt een mooi sommetje, Simon. In de eerste ronde had je 600 gulden. Dat kwam nou even bij. Die vette 4400. Mooi jachttotaal. 5 nieuw. Je had nog wat. Kom je op 6275 gulden. Doe ik nog een keertje mee? Alsjeblieft. Gezellig. Ik ga er vandoor. Dan kan ik mijn vliegtuig naar Bonga Bonga nog net halen. Tot Denk.